de Zweedse, oftewel Svenska Kierkan Nederlanden kerstmarkt bestaat 70 jaar zowaar. En dat betekent geen koek, misschien wel een klein beetje koek, maar vooral ook worst en zopie. En dat gaan we binnen eens eventjes proefondervindelijk allemaal aan een proeftijd helpen toetsen wat dat allemaal precies inhoudt en vermag. Want ik begrijp dat Cornelis Vreeswijk, zoals die absoluut hier wel eens Cornelis Vreeswijk wordt genoemd, terwijl hij niet eens uit het tuindorp kwam, hier wordt geëerd omdat hij van het jaar zowaar 80 zou worden. Eens even kijken, hier staan twee lieftallige dames, Svenska dames, Zweedse dames klaar. En dan gaan we de camera's eventjes voor wenden en dan laat ik me lekker verteren. Maar vrij onververen. Ja. U bent van de worst en zoopie? Ja, dat gaat lukken. Ja. En dan hebben we hier een dame die me eventjes gaat begeleiden. Mijn Zweeds is niet helemaal om over naar huis te bellen. Nou, doe maar in het Rotterdams dan. Dat ja, in het Rotterdams. Ik ben in het Nederlands. Oh, oké. Okay. Want u stoeft al een tijdje hier in het Rotterdamse Radderflatsen. Met de kerk. Ik woon al 24 jaar in Nederland. En ik ben naar Nederland gekomen omdat mijn ouders hier ook gingen werken. Ah. Bij de Zweedse kerk. En u bent dan ergens van Göteborg of nog verder? Ik kom uit Noord-Zweden, Sundsvall. Sundsvall? Ja. Is dat bij Umeå? 400 kilometer ten noorden van Stockholm. Kijk, ja. Dat wouden we weten. Ja. En dan komt er dan toch wel iemand nog weer wat dichterbij. Die mevrouw daarachter? Ja. Die komt uit Göteborg. Ik kom uit Göteborg, maar ik woon 27 jaar hier in Nederland. Hier de houtafdeling, daar gaan we niet op een houtje bijten, maar daar gaan we wel snel doorheen in het gemeen. Kijk eens aan. Oh, ja, meneer van de in de filmen en ja. Eens kijken alles wat typisch Zweeds is. Ja. Prima goed. Ja. Hebben we dat weer tot ons genomen. Ja, het is even een vogelvlucht hè. And these are really Swedish bonus, or how yeah. You call it? Lusica. Bread pieces? Yeah. Okay. And you're very fond of it, so fond that you're very. Making a picture of it. Yeah. Okay. But it's very, very, om niet te zeggen, heel eenvoudig, hè? Ja. Yeah. Altijd een beetje de Zweedse kerst. Ja, Zweedse kerst, ja. Dat is geen Cornelis Vreeswijk of Vreeswijk muziek, maar dat zijn natuurlijk de kerstnummers. Dat zijn de kerstmuziek nu vandaag, ja. De adepten van Cornelis die hebben zich ziek gemeld, hè? Helaas. Vanilla. Ja, helaas. We hadden wel de koor laten komen, maar helaas belden ze vanmorgen dat ze ziek zijn. Ja. En wat ik dan hier even weer naar mijn uitzicht bemeten Novi Nieuwsie is het glas. Lotta, kom er eens heel even bij. Laat me eens even zien, want dit zijn die typische sneeuwballen. Dat zijn de sneeuwballen in het Zweeds. Sneeuwballen. Sneeuwbal. Een sneeuwballetje. En die hebben eigenlijk elke Zweed wel in huis. Ik persoonlijk wissel dan zomers om naar een halon of een framboos in het Nederlands. Het is een framboos. Ja. En dat is een bloemkelk, zo te zien. Ja. Maar het is door de crisis een beetje uit de gratie geraakt, ja, het glas, klopt. Het Zweedse glas. Ja, omdat het is niet heel goedkoop, maar het komt wel weer. En, het is duur bergkristal of duur glas gewoon? Ja, dat is, ja, duur glas gewoon denk ik, ja, eigenlijk. Maar het is ja. Weer terug. Ja, het is weer terug. Thank you very much. Even gewetensnoodvraag. De speciale Cornelis Vreeswijk Obade auditie, die wordt dan toch nog wel gehouden als ze weer beter zijn, de nazaten van Cornelis. Ja, dat hopen we wel. Ja. En dan is dat later in het jaar? Ja, dat komt dan later of begin volgend jaar. Voor of na of tijdens de dienst. Ja. Wij zouden 80 jaar zijn, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Pittere mispeer. Het is wel leuk ja, daar dat we hebben we wel meer andere muziek en andere gezang. Ja. Een trip. En zijn we in ieder geval heel erg blij geverteerd. Ah,
Kijk, dat is snel geregeld. En welke heb jij gemaakt, Vanilla? Ik maak de hartige broodjes. Oh, de hartige broodjes? Ja, niet de zoete. Dus ik ga nu bij de concurrent. Ja. En welke zou u recommenderen nu? Allemaal, maar vooral de prinsessentaart. De prinsessentaart? Dit is een stukje van de prinsessentaart. Maar die kan ik toch ook bij de IKEA krijgen? De prinsessentaart. Ja, met de verkeerde kleur. Met de verkeerde kleur. Niet hetzelfde. Nee? En deze is zelf gemaakt. Kijk. En dit is een boterhamtaart. Een boterhamtaart? Dit is een boterhamtaart. Okay. En een smurgelstorta. Een smurgelstorta. Ja. Nou, dan ga ik daar eens eerst aan beginnen. Ja. Dat is hartig. Ik ga gewoon lekker alles door elkaar eten. Als jullie dan even van mij even een plaatje willen schieten. Dat, heb je me in beeld? Wil je... Wat heb u dan? Wat heb u daar? Ik ga er niet in zitten. Oh, u weet het allemaal niet. Dat is een van de Friesjes daar. Ik weet niet eens welke taart we al aan het uitproberen zijn. Citroen, ja. En prinsestorta. En de witte. Okay. Nou, ik moest eerst deze even proeven, dacht ik. Die horen er ook bij. Zullen we nou eens een klein beetje kunnen voelen? Kan niet. Weer zingen. Deze. Ja, heb jij die kerstjes gemaakt? Heb jij die gemaakt samen met mama? Welke deze? Hier is het. Jolanda is jouw moeder. Die zijn ook heerlijk. Lekker zo. Gaat goed, hè? Ben jij een kunst gemaakt? Een mondsmak.